Nou, welkom bij mijn vlog. Als eerste wil ik even zeggen dankjewel dat ik als gastvlogster op jullie kanaal aanwezig mag zijn. Ik hoop dat dit een beetje interessant is om te kijken. Ik vraag het me af, maar goed. Ik ben even aan het wandelen. Ik begin nu al suf. Oké. Ik ben even aan het wandelen. Ik zal jullie even de omgeving laten zien. Kijk, zoals Hanneke misschien wel weet, ik weet niet of, ik denk niet dat Caro het weet, maar klaag ik nogal vaak over het feit dat ik echt in het middle of nowhere zit. Nou, bij deze dus het bewijs. Er is hier nog geen koe die hier wil grazen. Maar goed, hè? Stage, dus we doen het ervoor. Het is wel fijn dat ik nu kan praten zonder dat iemand denkt, wat is dat rare mensen daar nou, we gaan het doen. Ik ben nu dus een beetje aan het wandelen op een rustig paadje met allemaal gras en nog meer gras en een paardenbloempje en nog wat gras en zo. Maar ik zal jullie nu even een clip laten zien van hoe ik hier eigenlijk gekomen ben. Vanaf mijn werk naar deze prachtige omgeving. Hoe doen jullie dat? Vanwege de zon. Want het is wel hartstikke lekker weer. Oké, wacht. Misschien kun je het zien. Dat gebouw daar. Dat is mijn werk. Wat heb ik voor de rest eigenlijk gedaan? Op kantoor gezeten de hele dag. En vanmorgen tuinstoelkussens opgehaald voor het terras. Heel interessant. Ik denk dat ik toch even mijn zonnebril op ga zetten. Ik vind het irritant. Zo. Beter. Wacht. Kun je hem zien? Kijk hem shinen, die koperen ploert. Ik weet niet of hij erop staat. Maar ik wou het toch even melden. Ik zit hier dus met vier andere hele leuke meisjes. Normaal wandelen we samen, maar ik ben er dus eigenlijk even tussen uitgeknepen. Het kan zijn dat ik zo een van hun hier tegenkom en dan zien ze me vloggen. Dat is misschien wel een beetje raar. Maar goed. Volgens mij heb ik mezelf toch al bestempeld als een beetje de vreemde eend in de bijt. Dus maakt eigenlijk toch niet zoveel meer uit. Ik kan eigenlijk niet zoveel over de omgeving vertellen. Misschien kunnen we nog een leuk bloempje identificeren. Is dat iets? Wat zou dat zijn? Weet jij het? Weet ik het. Het is eigenlijk nu al best wel saai. Ik ben van plan om vanavond eventjes te proberen of ik het buffet kan filmen. Want ik eet hier dus ook elke avond. Want as you can see, er is hier verder niks anders. Dus, oké. Want er is hier dus verder niks anders. Dus, jongens. Misschien kan ik dat ook wel filmen. Ik kijk steeds even achterom omdat ik niet gevolgd wil worden. Ik ben natuurlijk bezig met een hele geheime missie. Dus dat. En dat ik dat misschien een beetje kan filmen. Het eten is hier prima. Het is echt wel goed. Het is wel lekker. Maar ik heb wel het gevoel dat ik dus echt heel erg ongezond eet hier. Omdat Duits eten over het algemeen nog gewoon niet zo gezond is. Maar goed. Ze zitten hier echt constant te zeggen dat ik zo'n mooi figuur heb, bla bla bla. Dat ik op Barbie lijk. Nou, als ik op Barbie leek, dan had ik wel een wat vollere broes gehad. Serieus, als Barbie echt zou bestaan, zou ze gewoon omvallen.
Ze zou niet rechtop kunnen blijven lopen. Haar benen zijn te lang, haar boezem is te groot en haar kop... Sorry, haar hoofd. Haar hoofd is echt enorm. Nou ja, dat was eventjes een anatomieles. Ik loop hier eigenlijk nog wel even chill. Ik dacht, misschien kan ik iets zeggen over de zin van het leven. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook nog niet echt achter ben. Ik ben een tijd geleden weer naar een bruiloft geweest van twee hele lieve mensen van mijn leeftijd. En toen dacht ik, hoe gelukkig ik ook voor jullie ben, hoe blij ik voor jullie ben, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Toch ben ik ook wel erg blij dat ik zelf niet in die positie zit. Tja, lieve mensen, hier hield de camera er even mee op, want ik had niet voldoende opslagruimte meer. Dus dan maar een plaatje van een eend. Met prachtige schoentjes. En nog meer prachtige schoentjes. Nog meer prachtige schoentjes. Nou, dat was hem dan. Mijn allereerste vlog. Bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Doei!